kindjes die het iets moeilijker hebben, als je die met plezier hoort vertellen over hun boek. Van sommige kinderen weet je, ze hebben het moeilijk en toch komt dat leesplezier naar boven. Als je ouders hoort vertellen dat ze nu eindelijk met plezier thuis een boek vastnemen, dat die graag gaan lezen. We zien dus een dalende trend. Hè. En niet alleen begrijpend lezen eigenlijk, hè. Ook die leesmotivatie, hoe graag kinderen lezen. Dus ja, daar is werk aan de winkel. Lezen is eigenlijk echt een sleutelcompetentie. Ook als het gaat over rekenen, als het gaat over wereldoriëntatie enzovoort, kan je niet met begrip lezen, hè. Kan je technisch niet lezen, dan heb je een probleem. Een nieuwe week, deze week, en je weet, op maandag, dan krijg je altijd voor het leslesje een nieuwe opdracht om in je boek te gaan lezen. Om van kinderen uiteindelijk die sterke lezers te maken, is het belangrijk dat we naast die focus op dat begrijpend lezen, dat we echt ook wel oog hebben voor die leestechniek en ook voor die leesmotivatie en ook voor dat leesgedrag en vooral ook voor het samenspel tussen die verschillende componenten. Wel, vandaag gaan we kennis maken met, of deze week liever gaan we kennis maken met enkele hoofdfiguren uit onze boeken. Jullie hebben al gezien dat ik hier een stoel heb staan. En die stoel is een beetje versierd. Wel, ik mag u voorstellen de Kiekeboe-stoel. Vandaag werk ik met de Kiekeboe-stoel. Ik heb die zelf die naam gegeven, maar het is eigenlijk de bedoeling dat ze, terwijl ze aan het lezen zijn, hun hoofdpersonage zo goed mogelijk leren kennen en dan op de stoel plaatsnemen en zich eigenlijk voorstellen als hun hoofdpersonage. We gaan nu aan het lezen. We gaan ons hoofdpersonage nog verder gaan leren kennen. En straks komt hier iemand zitten. Ik ben heel benieuwd wie. Het zal niet jou zijn. Het zal jouw hoofdpersonage zijn. Hallo, mijn naam is Leen Kriegel en ik heb nog twee zussen, Fien en Sien. En ik ga er heel veel kattenkwaad mee uit. We raden eigenlijk echt wel aan, wanneer je werk wilt maken van sterk leesonderwijs, om echt met je volledige schoolteam in te zetten op een heel sterk leesbeleidsproces. Dus het is echt wel belangrijk dat het geen verhaal is dat alleen maar blijft in de hoofden van afzonderlijke leerkrachten die met vol enthousiasme in hun klas inzetten op dat sterke leesonderwijs. Wil je uiteindelijk ervoor zorgen dat het leesonderwijs die stap vooruit neemt, dan denk ik dat ook binnen een school het ontzettend belangrijk is dat, zoals ik al zei, die neuzen in diezelfde richting komen te staan. Dat je echt ook dat gedeeld verhaal en die gedeelde taal ook begint te spreken als het gaat over lezen. List is glasdoorbrekend en eigenlijk gaat dat over de kindjes die nog te weinig technisch kunnen lezen, zitten in de hardop lezengroepen. De kinderen die er wel al heel goed technisch kunnen lezen en die eraan toe zijn om begrijpend lezen, die zitten in de stilleesgroepen. Je weet het, af en toe lees ik een stukje voor en dan volgt er een opdrachtje. Ja, oké. Ik lees vandaag voor uit het boek Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan. De schrijvers, dat zijn Marian en Ron. En de illustraties of de tekeningen worden door Dagmar gemaakt. Het is een aanrader. Blijf voorlezen. Blijf die leerkracht, ook nog in het vijfde of het zesde leerjaar, die op gezette tijden voorleest, die bij wijze van spreken het leeslampje aandoet en op die manier al aankondigt van wow, de leerkracht gaat die gaan voorlezen. Enerzijds gaat het natuurlijk over voorlezen jij aan de leerlingen, maar zeker hoe langer hoe meer, zet ook de leerlingen ook daarin. Laat hen ook voorlezen aan elkaar. Ja, en waar staat dat onkruid precies? Vraagt de koning. Oh, dat is heel simpel, zegt de tuinman. U mag alleen de plantjes eruit trekken waar geen bloemetjes aan zitten. Soms worden er leesgesprekjes gehouden met de kinderen. Die dienen dan voor het technische een beetje te evalueren, maar ook vooral om te weten van weet iedereen wel goed of goed genoeg waar hij mee bezig is in zijn boek. Wie is Toby?
Toby is de schildpad en Max is het konijntje dat Toby eigenlijk aan het pesten is. Oei. Dat hij het snelste is. Is het een opschepper? Wat een mooi woordgebruik je zeg. Wij stimuleren eigenlijk ook scholen om echt werk te maken van die schoolspecifieke visie op leesonderwijs. Waar staan wij als het gaat over lezen en waar willen wij naartoe? Wij hebben eigenlijk List zelf gemaakt tot wat het hier nu op onze school is. De directeur is ook een stukje, zij moet daar ook een stuk achter staan. Dat klasdoorbrekend werken, die bezieling daarvan, die moet er echt wel zijn. Zit er humor in het boekje? Moet je soms lachen? Ja, een klein beetje. Ja, oké. Okay. Wat ik echt wel belangrijk vind en waar ik ook studenten in de lerarenopleiding en ook leraren van wil doordringen, is dat je van elke leerling echt die gemotiveerde, die vaardige, die heel betrokken lezer wilt maken. En daarvoor is start maken met een heel sterk leesbeleidsproces op je school echt, denk ik, de sleutel die deuren kan doen openen. Leesplezier zou een heel grote plaats in het onderwijs moeten krijgen en ook de tijd nemen om te lezen.